Goedenavond, u kijkt naar U-nieuws. Henk Vrezer is niet langer coach van FC Utrecht. Hij stapt op na een incident met aanvaller Amin Younes. Hier in de studio is sportcollega René van den Berg. René, die zagen we niet aankomen. Wat is er gebeurd? Het is een donderslag bij helder hemel. En er is bijna niet achter de echte waarheid te komen. Want iedereen hult zich in stilzwijgen. Dat is de club, dat is Vrezer zelf en dat is Amin Younes. We hebben zijn berater gesproken en die was in paniek. Zijn zaakwaarnemer. Die was in paniek, die wilde ook geen commentaar geven. Wat ik vanuit de groep zo'n beetje heb gehoord is dat er zaterdag een incident heeft plaatsgehad. Dat Younes geacht werd het veld te verlaten bij de training, dat Vrezer klaar met hem was, dat dat niet gemakkelijk ging en dat Vrezer toen zijn handen op de borst en rond de nek nog even geplaatst heeft bij Amin Younes, om hem maar duidelijk te maken dat hij van het trainingsveld moest en dat hij dat veld moest verlaten. En later schijnt er in de kleedkamer, maar dat heb ik niet bevestigd gekregen, ook nog enige ruzie te zijn geweest, waar de groep getuige is geweest van het feit dat Vrezer en Younes elkaar niet echt lagen. Nou is Younes niet mee op trainingskamp. Dat is heel opvallend, want die heeft zich ziek gemeld. Na dat incident zaterdag. Na dat incident zou die meegaan op trainingskamp. Dat kon hij niet meer aan. Hij heeft zich ziek gemeld. Ja, en dat heeft de alarmbellen doen rinkelen bij FC Utrecht, denk ik. Want ja, tegenwoordig in de huidige tijd van grensoverschrijdend gedrag, dan zie je dat een club heel voorzichtig wordt. In dit geval ook FC Utrecht. En gisteren is Thijs van Es in allerijl samen met Jordi Zuidam ingevlogen op het trainingskamp in Spanje. En dan vanochtend heeft Vrezer de groep medegedeeld dat hij eigenlijk geen trainer meer kan zijn van FC Utrecht. Zijn eigen woorden waren: dit is me als trainer nog nooit overkomen. Het past niet bij mij en het past niet bij de club. Ik heb de club hiermee beschadigd en dat doet velen en ook mij pijn. Daarom heb ik de keuze gemaakt om op te stappen als hoofdtrainer van FC Utrecht. Ik herken mezelf niet in mijn handelen en wil mijn excuses aanbieden aan alle betrokkenen. Ja, maar als we even teruggaan. Ja. Dit is woensdag. Ja. Dit gebeurt zaterdag. Mm-hmm. Younes gaat niet mee op trainingskamp afgelopen maandag. Vrezer wel. Zou je zeggen, de club heeft een keuze gemaakt. Younes is er niet bij. Vrezer staat gewoon op het trainingsveld. Maar er is dus in die afgelopen 24, 48 uur iets gebeurd waarop men de angst heeft gevoeld van grensoverschrijdend gedrag en wat dat allemaal niet doet met sponsoren bij de club, met allerlei mensen die zich met de club bezighouden. En dus heeft men op dit moment aan Vrezer gevraagd van: joh, je moet opstappen, dat lijkt me het beste voor je. Nou is het wel vreemd, vind ik, dat FC Utrecht ieder commentaar weigert. Ja. We hebben de hele dag geprobeerd om allerlei betrokkenen bij ons aan de telefoon te krijgen om te vragen om hier vanavond, wat toch de uitgelezen mogelijkheid is, ten overstaan van de supporters van FC Utrecht, een verklaring te geven. Men weigert. Aanstaande vrijdag om 9:30 zijn wij de eerste die Thijs Otto van Es mogen spreken. Dat is trouwens ook heel apart, want het is niet Jordi Zuidam, de technisch directeur, die afscheid neemt van de trainer en daar een verduidelijking in geeft. Nee, het is de algemeen directeur van FC Utrecht, Thijs Otto van Es, en die verklaart ons waarom dus de wegen van Vrezer en FC Utrecht nu gaan scheiden. Ja, waarom het zo lang duurt, weten we niet. Maar de grote rol ligt natuurlijk voor Younes. En Younes heeft dit natuurlijk aanhankelijk moeten maken. Die kan hier niet mee leven. En nou is de grote vraag: heeft de groep van FC Utrecht zich achter Younes geschaard of heeft men zich achter de trainer geschaard? Nou, gezien de uitkomst van wat we nu weten, lijkt ook de groep zich achter Younes te hebben geplaatst. Ja, en dus is Vrezer weg. Wat betekent dit voor zijn staf? Ja, dat is ook nog de vraag. Want Vrezer heeft zijn staf zelf samen kunnen stellen. Rankovic, ook al niet een man met een prachtig imago, die zit er nog. Twan Schepers zit er nog. En de keeperstrainer Harold Wapenaar zit er nog. Het zou zomaar kunnen dat FC Utrecht de komende 2 weken op zoek gaat naar een compleet nieuwe staf. Dat sluit ik niet uit. Alhoewel ik het voor Wapenaar heel raar zou vinden, want dat is nog een echte Utrechter wat dat betreft. Onder de lat gestaan bij FC Utrecht natuurlijk. Dat bedoel ik. Is het een soort geluk bij een ongeluk voor FC Utrecht dan nog dat het op dit moment gebeurt tijdens de winterstop? Ja, weet je vraagt je af, waarom doet men dit? Nou, dat grensoverschrijdend gedrag, dat kennen we. Maar je krijgt ook een beetje de neiging om te zeggen, dit is de stok waarmee we de hond kunnen slaan. En dit is dus het einde van het tijdperk Henk Vrezer bij FC Utrecht. Ja. Anders hadden ze hem gesteund, Rob. Ja. Hadden ze hem ook non-actief gesteld, hadden ze een onderzoek gedaan, hadden ze de partijen bij elkaar gebracht, hadden ze een mediator gebracht en dan had iedereen zijn weg kunnen gaan. En dat doen ze dus nu niet. Nee, maar al deze vragen en alles wat dit oproept, ja, we moeten dus wachten tot vrijdagmorgen. Ja. Nu hebben we het grote voordeel dat we vrijdagmiddag een berg sport hebben. Kom jij dan dus met antwoorden? Dat wat Thijs van Es gaat uitleggen, dat ziet u hier bij RTV Utrecht. Goed zo. Nee, dankjewel dat je ons hebt bijgepraat. Graag gedaan.